en vol luister de moeder van God. Het is goed, hè, jong. Het is fles, hè. Gaat de broeders halen, die ingeschreven hebben. Broeder Octavius. En broeder Isidore, zet u. Ik ben bijzonder blij dat je ons vandaag bijzet voor de les voor de eerste computerles. Computer. En broeder. Onze zuster Beatrice. Ja, excuseert, maar ik moest komen van mijn superieur. Ja, ze zei dat ik nog altijd iets kon leren in het klooster. En ik moest vooral veel complimenten doen aan vader Ab van mijn superieur. We gaan beginnen met de les. Pak allemaal een laptop. Laptop? Wat is dat voor iets? Ja, nou vroeg ik me iets. Laptop. Ja, dat is iets dat je kunt open en ta doen. Open en ta. Ja, open. En dan lap. En dan ben je weer top. Open. Ja, laptop. En dan stop! Goed, met de les, We gaan toch het gemakkelijkste beginnen, die eerste les, en dat ze niet Maaike versturen. Hé, Maaike? Vader Antoine. Ja, broeder Isidore, ik dacht dat je weer al toch zo'n vroeg moest stellen. Nee, Maaike, dat is gelijk. Ja, dat is een. Ja, dat is een berichtje. Gelijk vroeger de postdaaf. Oh. En een envelop moet over uw iets inkomen. En na is dat een sms'ke bij een gsm. SM? Ja, broeder Octave, dat is zoiets. Ja, gelijk een telefoon, maar dan zonder draad. Dan kun je overal bij bellen. In dat dij, op stroot. Stroot? Ja, ik weet het wel. Jillix mag niet op stroot komen, maar kom. Ja. Bij de les. Dus... Je hebt allemaal uw laptop. En dat is gelijk een scherm. Gelijk een televisiescherm. Gelijk een televisiescherm, broeders. En daarvoor zie je een tipmachine. Maar dan plat, hè. Plat. Oh, ja. Een plat tipmachine. En na komen... Doe een dreutje aan. Aan dat tipmachine, Ja, en na is het. Doe een maas aan. We gaan het niet meer een maas eten. Het is niet zo'n maas, het is zo'n maas. Maar een duuske. Ah ja. Een duuske. Ja, dat is dan mijn duuske. Een duuske. En dat lig je op een matje. Een matje? Ja, het is nog maar de eerste les. Dat is vervolgende les. Vervolgende les. Dus, nou pak je allemaal uw maas. En dan duuske, zuster. Pak uw duuske. En dan zie je dat je door een pijlje op het scherm. Nee, zo niet. Dus als je een zap doet, broeder Isidore. Leg dat op. En Octavio. Dale. Je pakt uw duuske. En na dat pijlje. Ziet, nou begint dat pijlje te bewegen. Dat pijlje beweegt. Ja. Nou, en dan moet je goed zien. Links op het scherm, door die een envelop. Ah, ja. En blijf dat toch vanaf.
Nooit met haar vingers. Zeker niet bij haar nagels krabben aan een computerscherm. Dat is de eerste en de laatste keer dat ik op dat zeg. Afblijf. Allee, terug op de les. Je pakt het buisje. Je gaat bij dat pijlje nood dat envelopje. En na kun je het geheim. Dan moet je 2 keer klikken en dan krijg je dat envelopje open. Klik. Maar nee, zo niet, hij giet niet. Nee, maar. Ziet eens, hij giet eigenlijk niks, hè. De zuster en ik pakken dat duurske en dat giet zo. Nee, klik, klik, dubbele klik. 2 droge klikken. En niet tussen ozen me. Klik, klik. Ziet hij? Hey. Perfect, hè. Ik moet dat eigenlijk 2 keer zeggen, hè. Dat giet zo. Weg. Lap. Lap. Ah, hey. Stop! We hebben dan een likken opgemaakt over, als we een tekst krijgen, nou, hebben. En het ging feiten over de... Nee, het, je moet het net zien, want het was vol. De tijd is veranderd in het klooster. Mag ik deze dans werken dan? De tijd ging op niet in de abdij. Ik heb ooit met een vader gedaan. En als we dat klaksje verhuren, dan konden we op Snapchat vier en blij. Tijd is veranderd in het klooster. De tijd ging in de afdeling. Want Facebook en Skype en op YouTube even ons in dat dekje geheim. Die zult ook wel kennen, YouTube en op Facebook, van Dunder door naar Beer. En toch zijn we blij, dat tijd is veranderd in het klooster. De tijd ging op mij in de afdeling. Even ons in dat dekje